Dag Matthias. Dag Celia. We zijn in het Vlaming Business Center en Vlaming lanceert een nieuw concept. Klopt. Wat juist? De Bid to Buy. Wat houdt dat in? De Bid to Buy is eigenlijk een nieuwe formule dat we sinds een jaar actief in Vlaming gebruiken. En dat betekent eigenlijk bieden om te kopen. Bieden om te kopen. Ja, meestal wordt er wel een bod gedaan, maar nu wordt het op een andere manier aangepakt. Absoluut. We gaan eigenlijk de markt gaan laten bepalen wat de prijs van uw woning of appartement juist zal zijn. Dus we gaan eigenlijk een kijkdag gaan organiseren en we gaan eigenlijk iedereen de kans geven om een eerlijk bod uit te brengen onder gesloten omslag. Waarom is dit nu zo belangrijk, dit nieuwe concept? Het vraag- en aanbodprincipe gaan uitspelen. En eigenlijk zo zowel naar de verkoper als de koper toe iedereen een eerlijke kans geven en kijken de markt die beslist wat de waarde van de woning effectief zal bedragen. Wat zijn daar de grote voordelen van? De grote voordelen voor de koper zijn dat hij iedereen op zich zijn eerlijke kans krijgt om zijn of haar bod uit te brengen onder gesloten omslag. En zo een eerlijke kans kan maken zonder dat wij daar inmenging in hebben om eventueel in aanmerking te kunnen komen voor de aankoop. Dus Vlaming Vastgoed is niet alleen expert in nieuwbouw, maar ook voor particuliere woningen? Absoluut. We zijn inderdaad heel gekend in ons nieuwbouwsegment, maar we zijn ook heel sterke marktspeler in het herverkopen van woningen en appartementen. Dus we hebben een heel brede waaier aan expertise in eigen huis van zowel juristen, fiscalisten, zelfs syndici voor de wet op de mede-eigendom. We zijn eigenlijk van alle markten thuis en proberen ook heel doelgericht te gaan werken naar de herverkoop toe. Waar kunnen mensen allemaal terecht? Ze kunnen terecht eerst en vooral in ons hoofdkantoor in Tielt in de Sint-Jansstraat, maar daar zeker en vast ook in onze andere kantoren, zowel in Nieuwpoort, Veurne als Poperingen, kunnen ze zeker terecht voor de nodige uitleg en info. Dus voor de mensen die actief op zoek zijn naar iets nieuws of die wensen een woning te gaan schatten of te verkopen, kunnen ze altijd beroep doen op een van onze experten of op ikzelf. Stel, ik heb een huis dat ik wil verkopen. Wat moet ik dan doen? In eerste instantie zul je contact opnemen met een van onze vastgoedexperten. We maken een afspraak, zijn er bij ons of meestal ter plaatse. En we gaan eigenlijk een kennismakend gesprek gaan voeren met de eigenaar. We gaan onszelf gaan voorstellen en ook onze werkwijze gaan voorstellen. Kan ik dan kiezen om beroep te doen op zo'n bid-to-buy of op de traditionele verkoopwijze? Absoluut. Elk dossier wordt individueel en onafhankelijk behandeld, wil ik zeggen. Iedere woning is anders, ieder huis is anders, ieder appartement is anders. Dus heeft ook een specifieke aanpak nodig. Dus we bieden ook verschillende formules aan en wij als experten zullen daar ook raad bij geven welke formule nu het best kan dienen voor de verkoop van je woning en gaan daar ook advies over op trends opgeven. Maar alles start natuurlijk met een correcte waardebepaling. En een betrouwbare partner om mee in zee te gaan. Absoluut. Dank u wel voor de boeiende babbel. Zeer graag gedaan, Celia.